Nou, wat je dus eerst doet, is je gedachten vrijmaken. Denk aan niets, laat alles los van de hele dag. Wat je hebt gedaan, alle spanningen, alles om je heen. Laat gewoon alles los en maak je gedachten vrij. Zet een muziekje op. Eventueel drink je een biertje of een wijntje. Dat maakt je ook vaak wat losser. Dat hoeft natuurlijk niet, maar het kan helpen. Oké, nu gaan we schilderen met koffie. Want je hoeft niet altijd met verf te schilderen. Je kan ook gewoon koffie pakken. Alles kan om je heen zijn. Je hoeft niet altijd op een wit doek te schilderen. Je kan het ook gewoon op papier schilderen. En wat je maakt, dat hoeft niet mooi te zijn. Doe gewoon iets. Het gaat om jouw plezier. Dus pak een kwast. En doe gewoon iets op het doek. En laat je leiden door je intuïtie of wat je ziet en wat je gedaan hebt. Denk eraan dat een schets is vaak mooier dan een esthetisch werk. En blijf denken aan niets. Laat je leiden door het plezier van jou en de kwast. Laat je gewoon gaan. Je kan het nooit verpesten, het gaat om het proces. Oké, nou, je hebt nu iets gemaakt. Laat het even rusten en kijk naar wat je hebt gedaan. Wees trots hierop en blijf denken, het is maar een schets. Het hoeft geen esthetisch schilderij te zijn.